Goedemorgen, vandaag is dag 14 met weer een nieuwe vlog. Weer een normale vlog in plaats van de rustdag van gisteren. Volgens mij is mijn gezicht echt heel oranje op de camera, als dat zo is. Het komt niet door mij, maar door de ochtendzon die net opkomt. Het is 5:05 in de ochtend en ik loop nu weer richting het pad. Ik heb net al mijn spulletjes weer opgeruimd. En ik ga zo eerst genieten van twee lekkere bolletjes die mijn moeder gisteren achtergelaten heeft. Die had, van gisteren voor de dag had ze een aantal bolletjes gesmeerd, er waren een paar over. En die zaten in de koelbox. Dus die heb ik van haar gekregen. Plus een pakje taxi wat erop is. Ik heb in ieder geval al lekker wat krachtvoedsel zo meteen binnen voordat ik echt ga beginnen. Ik ben over een minuutje of zo op het pad. En dan gaat het daar echt van start. Soms snap ik te maken van het grens van het pad ook echt niet. Ik snap dat je mensen de natuur wil laten lopen. Maar nu, hier valt het nogal mee, daarom ben ik aan het filmen. Maar laat je mensen door de doornstruiken en braamstruiken zo lopen. En brandnetels. Terwijl er gewoon echt naast het pad een prima fietspad loopt waar je overheen kan lopen. En dan gewoon normaal kan lopen. Dit stuk duurt 500 meter of zo, dus het is ook niet zo dat er iets meer opschiet. Ja, je loopt iets om zelfs. Dus ja, dat gaat een beetje buiten mijn snappertje. Er zal vast wel een bedoeling achter zitten, maar ik weet het niet. Ik weet wel dat als je hier zonder wandelstokken loopt, dat dit soort stukken echt een stuk minder prettig zijn om te lopen. Op dit moment gaat verder allemaal goed. Mijn benen die voelen echt super aan, dus die rustdag van gisteren die is echt wel iets gedaan. Wat alleen maar mooi is, want vandaag moet ik een aardige dag lopen. Morgen moet ik echt een hele zware dag lopen, 36 kilometer of zo. Dus ik er niet helemaal te wachten, maar ja, dat moet gebeuren. In West-Vlaanderen is er nergens op het pad, of in de buurt van het pad, een camping of een B&B te vinden. Op één na. Die heb ik gereserveerd. En die is vervolgens geannuleerd door de B&B zelf. En na telefonisch contact met de eigenaresse is afgesproken dat ik wel naar haar B&B toe loop. Maar dat zij mij rijdt met de auto naar een andere B&B die echt 10 kilometer van het pad af zit of zo. En op die manier kan ik dan toch nog naar pad lopen. Dat is de enige B&B waar ik terecht kon. Er zijn een aantal andere B&B's in de buurt van het pad zaten. Die of al vol zaten. En er was er zelfs één die zei van ik doe geen wandelaars meer. Die maken mijn kamer vies. Geen idee, maar ik ben altijd gewoon netjes in B&B, of ja, in de kamer van een ander. Ja, eigenlijk in een B&B. Ik heb nooit een kamer vies achtergelaten. Het ergste wat ik me kan bedenken dat ik mijn viezigheid heb achtergelaten. Mijn sokken die ik onder de douche heb uitgetrokken. Niet onder de douche, maar bij de douche. Dat daar een beetje zand ligt, maar dat ruim ik vervolgens gewoon op. Dus ik kan me niet voorstellen. En bovendien, ja, rekenen B&B's ook gewoon schoonmaakkosten. Dus ja, het hoort er ook een beetje bij, toch? Je ziet hier geen pad, zo goed als niet. Dat komt omdat er ook zo goed als geen pad is. Ik zie alleen waar anderen een soort van gelopen hebben. En dat is het. Het spul gaat allemaal langs mijn benen. Dat het echt verschrikkelijk is. En ja, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Begrijp je?
en de de GPS en de paal geven aan dat dit het pad is. Dus ik zit goed. Maar ik had het fietspad naast het veld gekozen als ik het grenslandpad was. Auw. Dat was nog een brandnetel. Ik ben voor nu even door die ellende heen. Heel mijn benen doen pijn. Van het gras wat denk ik snijdt. Brandnetels, doorns, noem het maar op. Echt ongelooflijk. Ik ben er zeker een kwartier mee bezig geweest om er doorheen te komen. Ik ben gewoon uitgeput van het stuk. Eén de wandelstok voor de andere om het aan de kant te duwen. Er waren gewoon stukken waar gewoon geen pad was. Maar je zag dat 10 meter verder er wel weer een pad was. Het inhoudt dat dit gewoon de route was. Maar dat het dichtgegroeid is. Nou hoor ik wel verhalen dat er afgelopen tijd nog andere mensen pad gelopen hebben. Nou, die zijn niet door dit stuk gegaan in ieder geval. Geloof me, dit was correct. Er stonden borden aan het begin van het weiland. Van tussen dan en dan, tussen weet ik van maart en zoveel juli, moet je over het fietspad. Want dan is het broeiseizoen. En verder hier door het weiland heen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was ontzettend. Ik kan het niet anders verwoorden. En voel ik nu echt overal aan mijn benen die gewoon pijn doen van alle plekken die steken en doen. Ik weet dat ik me had voorgenomen om minder negatief te zijn op de vlog van dit jaar. Maar op dit stuk ben ik toch heel negatief. Dus ik het had geweten voordat ik een kilometer door het weiland had gelopen voordat je bij deze ellende uitkwam. Had ik voor het eerst van pad afgeweken. En gewoon een fietspad gepakt. Want dit was gewoon te gek. Ik vind het leuk om een beetje uitdaging te hebben of zo. Maar dit is geen wandelen meer. En hier was ik ook niet opgekleed. Bovendien zijn mijn sokken weer zeik nat. Waar ik echt niet blij van word. Die repen, die heb ik zojuist ontdekt. Dat is echt mijn nieuwe favoriete reep die niet voor chocola gemaakt is. Het is een pindakaasreep van Colvee met nootjes. En het voordeel van deze dingen is dat ze best wel goed tegen de zon kunnen. Waardoor je ze in je rustzak kan bewaren, terwijl mijn lions en dergelijke gaan allemaal smelten. En het smaakt best goed. Er zit best wel veel voeding in. Dus ja, ik ben blij dat ik er 4 van gekocht heb. Ik moest net over van dat schrikdraad heen klimmen. En er waren geen ophogingjes of zo. Dus ik moet eerlijk zeggen dat je dan best wel bang bent op het moment dat je met één been eroverheen staat voor je mannelijke geslachtsdelen. Het idee is dat hier op dit dijkje allemaal schapen lopen, zoals je kan zien. Ja, ze staan nu stil. In ieder geval dit dijkje, dat is onderdeel van het pad. Het leuke is, er stond naast schrikdraad stond er nog een soort van hek. Daar was wel een opstapje voor. Maar voor het schrikdraad, waar je daadwerkelijk een flinke tik van kan krijgen. Daar zie je zelf van hoe je er overheen klimt. Dus we zijn een stuk naar de zijkant gelopen waar het net iets lager was. En voorzichtig eroverheen gegaan. Zo, ik moet nog ongeveer 3 kwartier. Totdat ik bij de bushalte ben. Die me door de tunnel heen gaan brengen. Door de Westerschelde-tunnel naar de kant van Terneuzen. Als ik daar ben, dan moet ik nog een uur lopen en dan ben ik bij de camping. Ik heb inmiddels al best wel wat kilometers gemaakt, maar ook nog geen pauze gehad. Tot nu toe heb ik ook niet het gevoel dat dat nodig is. Dus blijf gewoon lekker doorlopen tot de bushalte. Dat ik bang ben dat ik daar net de bus ga missen. Of eigenlijk wel zeker weet. Ik moet ongeveer 3 kwartier lopen en de bus gaat ook over 3 kwartier. Ik heb geen idee wat ik daar moet doen als ik aankom qua bussen en noem maar op. Dus dat moet ik eerst allemaal uitzoeken. En dan zal ik te laat zijn voor de bus. Ik ben bang dat ik dan een uur moet wachten. Maar ja, daarna dan kan ik gewoon deze vlog alvast gaan monteren en noem maar op. Ik kom mijn auto aan het moment. Ja.
In die wachttijd kan ik deze vlog al gaan monteren en kan ik rusten, kan ik wat eten. Op zich is dat niet zo erg, een langere pauze dan normaal. Ik hoop niet dat dat mag opbreken als ik dan weer moet gaan lopen, maar neem gewoon voorzichtig beginnen met lopen als ik uit de bus kom. En dan moet het goed komen. Voor nu ga ik gewoon even lekker door en tot straks. Zo, ik loop nu in een soort van overgang over de tolpoort heen. Ik heb hier uit het verkeer voor mij verkeerde kant op. Ik moet die kant op. Dus ik kan gelukkig hier zo over de weg heen en dan kan ik de bushalte gaan opzoeken. Zo, het kost even wat wachttijd bij de bushalte, maar ik ben nu aan de andere kant van de Westerschelde-tunnel. Ik hoop dat jullie dit kunnen horen, want de wind is best wel hard. Maar ik vind het toch wel leuk om even hier een opname te maken. Het uitzicht is gelijk al een stuk beter dan vanmorgen. En het pad is een stuk beter dan vanmorgen. Ik heb gelukkig niet zoveel last meer van mijn benen. Ik heb ook niet echt sneeuw opgelopen, zag ik. Maar terwijl ik daar liep, was het echt verschrikkelijk. Nou ja, dat is nu voorbij. Ik moet nog een dikke uur lopen en dan ben ik bij de camping. Ik kan mijn tent gaan opzetten en gaan chillen. En dan voorbereiden op de grote dag van morgen. Ik heb mezelf getrakteerd met een blikje cola die je hier kon kopen. En ik heb mijn. Dat is ook best lastig. Mijn noedels gemaakt. Nu ben ik deze vlog aan monteren als afsluiting van de dag. Ik heb gezien dat ik niet heel veel natuur- of omgevingsshots heb gemaakt in de vlog vandaag. Ik hoop dat ik het morgen beter doe. Maar ik denk dat het komt door de hitte. Ik heb best wel veel gelopen en gewoon recht vooruit gekeken op een aantal. Klaagshots van vanmorgen na. Nee, val ook wel mee, maar dat. Het ene shot dat was nou helemaal even heavy. De rest van de dag was echt een superleuke dag en ik heb er niet heel veel moeite mee gehad fysiek, dus dat is alleen maar beter. Ik hoop dat morgen ook een leuke dag mag worden en dat ik ondanks de grote aantal kilometers toch mag genieten. In ieder geval zit nu lekker met mijn cola en mijn noedels en. Sluit ik hiermee de dag van vandaag af.